Oh ja, we zijn allemaal bruine plekken hier. Wat een fijn werk dit is. Kijk, hoe doe je dit? Het is een soort. Vroeger was er reclame op televisie, wat je dan helemaal gelijk alle, na jaren en jaren met een boener alles meteen schoonmaakt. Hoe doe je dat toch? Hoe werkt dat? Met zo'n zuiger? Ja, fijn, hè? Kijk op deze. En je ziet gewoon gelijk resultaten. Het is fantastisch, hè? Heerlijk is dit om te doen. Dames en heren, er wordt hard gewerkt. Dat vind ik even los aan naar de vloed van de water en modder. Ik vind je goed bezig bent, lieve schat. Ja. Met de Boccherini's Stabat Mater op de achtergrond. Met wie op de achtergrond? Boccherini. Boccherini, wie is de Stabat Mater. Het is wel Pasen, maar ja. De Boccherini is voor de kenners thuis. Ik ben er niet geen kenner, maar goed. Dat is een paas iets. Ja, het is de Stabat Mater. Dat vertelt het verhaal over mijn Maria, die heel triestig is. Oh ja. Jezus, dat is eigenlijk een paas, denk ik. Nou ja, goed, het is altijd ergens paas in de wereld. We gaan weer openen maar, tegen die tijd. Hè? Dus ja, dus dan... We zijn ons aan het voorbereiden voor het nieuwe seizoen, want alle gasten zijn nu afgebeld voor deze maand. Want we moeten even de boel herstellen, op orde brengen en zelf ook even maar genieten. En dan gaan we daarna met Bob de beelden aan de slag in december. Maar eerst moet dit allemaal schoon, want we gaan er straks dadelijk in. Hè? Ja. Nou, ik vind je goed bezig, Ben, lieve schat. Ik ook. Ga zo door. Fantastisch. En zo zag het er dus uit, zoals je ziet. En zo wordt het. Kijk. Het verschil is duidelijk, heel duidelijk. Nou, als het zwembad klaar is, gaan we erin. Dankjewel voor deze. Hier is ook heel veel kleine binnengekomen in de tuin. We hebben gelukkig het muurtje van de in aanbouw zijnde bak met planten voor december gepland. Heeft het water wat daar allemaal door de schutting van de achterkant naar binnen kwam, opeens uit de hogere berg die hiernaast ligt. Maar goed, je ziet één grote drek, je kunt je naam in schrijven. En hier al een stuk klaar. Dus je ziet het verschil tussen waar de borstel ligt, waar ik bezig ben geweest met spatel en met borstels. Dit stuk is al helemaal gedaan voor de eerste ronde. En dan dat hoekje moet nog en dit moet ook nog gebeuren. Kortom, er is nog heel wat te doen. Dit weekend. Dus we gaan het weekend maar helemaal hard doorwerken. Om alles een beetje aan kant te krijgen. Want zo moet het weer worden. En dan gaan we er water overheen doen. En dan is het weer helemaal dieker. Met borstelen en spatelen. Louis heeft er heeft nu een plekje gevonden op het schone stukje. En ook Thea ligt lekker rustig bij. Nou, we gaan weer terug. Dank u wel. Hè? Ja. Thea, doe jij nog wat? Nee, hè? Nee. Dat wil je ook niet. Wordt hier hard gereden door mensen, maar niet door de hondjes. Hm?